Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 11 hier in Nederland. We hebben een aantal upgrades te gaan. Kijken of dat de auto wat kan gaan verbeteren. En we hebben genoeg R&D-punten om wat extra upgrades erbij te kopen. Nou weet je, Nederland, dat is onze thuiswedstrijd. Dus, tada, de nieuwe auto. Eenmalig voor deze grote prijs een oranje auto. Zoals we altijd doen, hebben we ook in F1 2020 My Team Career Mode gedaan. Daarbij hoort natuurlijk ook de pakken die anders gaan worden. En natuurlijk mijn persoonlijke helm, die ook oranje-achtig gaat worden. Maar hier dan een 360 graden view van de auto zelf. Dus dat is delivery. Dan gaan we door naar kleding. En de helm natuurlijk. Dit is mijn standaard helm, maar dat kan nog worden aangepast. Even kijken welke natuurlijk het mooiste is die we dan kunnen gaan aanpassen. Ik vond die laatste wel mooi. En die kunnen we dan ook misschien met een oranje top gaan maken, zodat die er wat uitspringt. Het is natuurlijk een thuiswedstrijd, dus ja, dan hoort ook er gewoon dit bij. Ook de Nederlandse vlag wil ik erin gaan verwerken. Dus dat betekent oranje, wit, rood en donkerblauw. Beetje een Hollandse traditie natuurlijk. Helm is gedaan. Op naar het pak. Dat wordt dan ook gewoon oranje-achtig. Net zoals altijd bij een thuiswedstrijd. We konden er ook voor kiezen om gewoon geen auto en geen pak aan te passen. Want ja, de helm, het pak, handschoenen en de auto waren al in de Nederlandse vlag. Alleen ik denk, ja, toch een beetje oranje. Dus waarom niet? Alles oranje. Dat is wel zo nice. En dat past er wel bij. Is het rood, wit en oranje natuurlijk. Of donkerblauw. Ik moet even kijken wat het mooiste is. Dan pakken we gewoon donkerblauw erbij. De handschoenen ook aangepast. We moeten wel de juiste match zien te vinden, want anders ziet het er zo gek uit namelijk. Dit is oranje. We moeten wel dezelfde oranje hebben, want je kan gewoon gelijk het verschil zien als je onboard zit. Rood en blauw. De Nederlandse vlag, dat is goed om te zien. Nou, dat is dus allemaal aangepast. Even kijken. Hier is dan dus de auto. Ik vind hem fantastisch. En alle upgrades zijn ook geslaagd. Okay. We've had the new parts come through the fabrication process. We'll have them with us for the next Grand Prix. De Fransman zegt dat alles is goed gekomen. Dan gaan we ons gewoon voorbereiden voor onze thuiswedstrijd, maar eerst de kwalificatie. Dan zijn we aanbeland bij Q1. We zitten al gelijk in onze eerste run, want ik wil gelijk actie, actie, actie. Want deze aflevering gaat best wel lang worden, dus ik hoop zo snel mogelijk door te kunnen gaan naar de wedstrijd. Deze knik nemen we gewoon goed, komen daar wel iets te veel op de curbzone terecht, schieten we daardoor. En dat is jammer. Waarom? Ik heb liever dat de bocht in één keer goed kan nemen. Want dan verliezen we minder tijd. DRS geopend. En dan snijden we gewoon de bocht af. Krijgen we daar geen waarschuwing voor. En ik vind het aanboordshot, wat je dus nu ziet, heel erg mooi. Ik vind het een agressieve look die hij heeft. Vooral op de halo en dat is gewoon heel erg nice. We komen over start finish en dat is een P8 met een 1.12.8. De tijd tot nu toe. Hopelijk dat we door kunnen gaan naar Q2. We zitten daar helaas Christian Lundgaard een beetje in de weg. We gaan onze laatste run in Q1. Op een nieuw setje soft. Dus
staan op P21. Lundgaard knap naar P18. Dat doet hij heel erg goed. Maar we zitten al gelijk groen in de delta. Een beetje die curb zone agressief nemen. Om zo min mogelijk tijd te verliezen. En Jeff zegt ook, we zitten in de dropzone. Dit moet de tijd worden, anders is het game over. En dat is niet de bedoeling. We zijn de auto daar bijna kwijt. Maar dat is niet erg. We komen daar bij het rechte stuk op. En dat is een P16 met een 1.17.3. Zijn wij door naar Q2? Dat is de vraag. Perez het snelste. En wij staan helaas op een P20. Lundgaard pakt ons in de kwalificatie. In onze thuiswedstrijd. Dat is jammer. Helaas pindakaas. En dan is het op naar de race. Er is geen regen voorspeld. Dus dat is alleen maar goed. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 11. Welcome along then to the North Sea coast and Zandvoort. 25 miles away from Amsterdam. And the host for today's Dutch Grand Prix. It's a race the great Jim Clark won on four occasions, leading for an astonishing total of 370 laps. Zandvoort Circuit, 14 corners, 10 to the right and 4 to the left, with plenty of steep camber and elevation changes to keep our drivers on their toes throughout a 2.6-mile lap. Anthony Davidson, a very warm welcome to you as you join me in the commentary box for today's event. Why don't we discuss McLaren? What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do, and that's definitely contributed to the performances we've seen. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Young superstar Max Verstappen starts from pole position. Sergio Perez lines up alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Hamilton, Bottas, Charles Leclerc and Norris, Ricciardo, Sainz, Gasly and Yuki Tsunoda, Fernando Alonso, Vettel, Lance Stroll and Giovinazzi, Ocon, Russell, Kimi Raikkonen, and Nicholas Latifi, the Professor, Mazepin, Mick Schumacher, and Christian Lundgaard. And with preparations almost complete, let's head down to the track. We zijn inmiddels aanbeland bij de grid. Medium. Hard of hard medium of hard soft, dat maakt allemaal niks uit. We gaan gewoon beginnen voor carrièreaflevering 11 hier in Zandvoort. We starten op P19. De lampen springen aan voor de grote prijs van Nederland. Met Max Verstappen volgens mij op pole position. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen al beter weg dan Nicolas Latifi. Raikkonen wordt al gelijk geblokkeerd door George Russell. De ICE heeft al gelijk problemen, hoor ik van Jeff. We kijken aan de buitenkant van George Russell. Lukt dat? We houden hem naast. We doen een avond naar Lance Stroll, maar daar zit dan ook George Russell te kijken. En die spint, George Russell gespint, in bocht nummer 2/3. Dat is jammer voor hem, maar helaas pindakaas, zo denk ik erover. We zijn naar P16, drie plekken gewonnen bij de start, dat is goed om te zien. We kunnen niet naar Lance Stroll toerijden helaas, want dat is gewoon jammer. Want die Aston Martins zijn sneller dan onze eigen auto's. Zijn de auto ook daar bijna kwijt, dus we moeten even oppassen. Verstappen leidt nog steeds de wedstrijd voor Sergio Perez en Lewis Hamilton. Nikita Mazepin en Mick Schumacher rijden naar mij toe. Herhaling van de start met Max op pole, Perez op P2, Hamilton op 3. De lampen gingen dus uit en iedereen kwam goed weg. Die McLaren van Lando Norris of Daniel Ricciardo kwam heel goed weg. Wij zitten er al gelijk aan de buitenkant kijken bij George Russell. Zetten hem er daarnaast. En dan doet Russell, ja, daar toch iets doms. Die stuurt gewoon op mij in. Die stuurt in op mijn sidepod. En ja, dat betekent einde verhaal voor George, want hij is dus gespind.
heel gek wat daar gebeurde, maar wij hebben geen schade aan de sidepod, ook niet aan de voorvleugel. Zijn abort is bij mij. We willen daar kijken bij Lance Stroll, lukt niet. Dan zit hij hier dan aan de binnenkant en dan in één keer komt daar George Russell. Daar was hij dus. En dat betekent dat Russell is gespind. Jammer voor hem. We zijn aan boord bij George Russell. Ja, wij knijpen hem al af. En Russell houdt gewoon zijn voet op het gaspedaal. En wil naar links. Maar dat kan niet, want daar zitten wij. En dan krijg je dit. Jammer voor George. We zitten in ronde nummer 3 van de wedstrijd. Als Nikita Mazepin bij ons is aangedrongen voor P16. En met een beetje moeilijk zie ik, want het gat naar Lance Stroll is 2,2 seconden. Mazepin zit te kijken en voert de druk bij ons op. We gaan daar een beetje wijd. Maar Mazepin kan hier niet aanvallen, want wij houden de auto gewoon breed. Zo breed als het kan. En dat is nog steeds P16 in ronde nummer 3 van de wedstrijd. In ronde nummer 6 rijdt Max nog steeds aan de leiding. Perez naar P2, Lewis op P3. En die zit hier in het spoor van Perez, maar Perez heeft ook DRS van Verstappen. En zo blijft het gewoon al 7 ronden lang doorgaan. En Lewis kan ook niet aanvallen. Perez kan ook niet aanvallen en Max kan alleen maar wegrijden. Als dat lukt, maar dat lukt niet omdat Perez in de DRS-zone zit van Verstappen. En Hamilton zit weer in de DRS-zone van Perez. Dus het is, hoe moet ik het zeggen? Saai. Dat is het. We zitten trouwens in ronde nummer 7. Want Verstappen is toen net over start finish gegaan. Dat zagen jullie toen net. We zijn aan boord bij onze landgenoot. Die hier dan een zee van oranje tegenkomt. Wel gaaf dat Codemasters dat heeft verwerkt in de game. Dat is heel gaaf. We zitten in ronde nummer 12 van de wedstrijd. Als Verstappen naar binnen duikt. En Perez gaat dus de overcut proberen. Wij nog naar P16. Hamilton zet de snelste race van de limit met een 1.12.4. En Hamilton komt voor Verstappen de baan op. En daar is dan Mick Schumacher. Die dan aanval probeert aan de binnenkant. Maar dat mislukt, want wij houden momentum met die bocht mee. En dat is nog steeds P16. Schumacher rijdt trouwens op die softband. Moet volgens mij zo meteen naar binnen. Wij rijden op die harde band. Ocon is naar binnen geweest. Voor de harde band. En we rijden al gelijk weg van Schumacher, want het gat is 16e. Dus dat betekent dat de Duitser het moeilijk krijgt op die softband. Volgens mij is Hamilton Verstappen voorbij. We zitten in ronde nummer 13 van de wedstrijd. Schumacher rijdt nog steeds achter ons. Dat gat is 15e ongeveer. Raikkonen zit daar maar ook kort achter. Dat gat is 18e. Dus dat wordt nog wat voor dit gevecht om P16. Je koopt er helaas helemaal niks voor. Maar so be it. Maak daar een klein foutje. En Schumacher kijkt daar naar de binnenkant. Is er voorbij. Maar dan laat ik hem hier gewoon staan. Een beetje wielbengen. Zorgen dat wij elkaar geen schade opleveren en dat is nog steeds P16 in ronde nummer 13. Het gat naar Esteban Ocon is inmiddels 7,4 seconden. Zit er een klein beetje door. Momentje overstuur, maar Schumacher kan daar niet van profiteren. Gaat hij ook zo meteen naar binnen? Dat is de vraag. Weet ik niet zeker. We rijden al gelijk weg van de Duitser, hè? Het gat is nu bijna een seconde en Schumacher duikt naar binnen. We zitten in ronde nummer 15. Als daar Kimi Raikkonen dan het probeert. Maar die bocht is van ons. Het is geel omdat Raikkonen naast de baan is gekomen. En dat betekent dat Nicolas Latifi dat plekje heeft overgenomen. Nee, dat heeft hij niet. Want Raikkonen is net voor Latifi weer de baan opgekomen. Het gat naar Raikkonen is 5,3 seconden. Het gat naar Ocon is 9,3 seconden, al best wel groot. We zitten in ronde nummer 19 van de wedstrijd. Als het daar geel is. Het is daar geel. Daar rijdt een Red Bull langzaam.
dat is volgens mij Verstappen. Max Verstappen uitgevallen in de wedstrijd Virtual Safety Car Deployed. De VSC is uitgeroepen vanwege een uitvalbeurt van Max volgens mij. Die heeft de auto ook geparkeerd. Virtual Safety Car. Verstappen is uitgevallen in de wedstrijd. A new strategy is available on the en van de Virtual Safety Car is een Safety Car gemaakt. Dat heeft Michael Masi besloten. Wij gaan dus naar binnen tijdens deze Safety Car. We hebben een herhaling van wat er is gebeurd. Verstappen leidt in ronde nummer 20. Oh ja, Verstappen motorproblemen. En wat doet hij hier dan? Hij raakt Perez. Verstappen raakt Perez. Is zijn neus kwijt. Maar moet zijn auto aan de kant zetten. Een hele rare actie wat daar gebeurt van Max. Ben ik niet van hem gewend. En moet hem hier dan zo meteen staken. Ja, hij gaat hem daar stilzetten. Maar een hele rare actie van Verstappen. Echt heel gek. Maar goed, niks aan te doen. Verstappen dus 0 punten in zijn thuiswedstrijd. Wij zijn dus niet de enige die geen punten pakken voor het thuispubliek. Tadaa, want dat Verstappen is dus uitgevallen. Safety car in ronde nummer 23 alweer, hè. Het schiet dan aardig op. We blijven gewoon dicht achter Sebastian Vettel en zijn dus naar binnen geweest tijdens de safety car fase voor de mediumband. Hebben geen plekken verloren, dus dat is goed om te zien. We rijden op P15. Hopelijk kunnen we er misschien nog naar punten, maar ik ben er bang voor. Vettel rijdt op medium banden, Ocon rijdt op harde banden en daarvoor rijdt Alonso ook op hard. De safety car duikt weer naar binnen met Sergio Perez als leider in de wedstrijd na een raar moment van Max Verstappen die daar uitviel en Perez ook heeft geraakt. Oh, halen Vettel daar per ongeluk in. En dat betekent dat onze exit daar niet goed is. Hebben we daar wel overtakenknop aan staan? Kunnen we dan een aanval wagen naar Vettel? Dat doen we zeker. Het is daar geel. Ik weet niet waarom. Blauwe vlaggen vanwege Nikita Mazepin. Die moet daar aan de kant. Gaat daar ook aan de kant. En Russell doet daar iets ongewoons. Gaat gewoon remmen. En dat is niet slim. Wat wel slim is dat Russell nu Vettel wat blokkeert. En dat is alleen maar voordelig voor ons. Want nu kunnen we naar Esteban Ocon toe rijden in ronde nummer 24. Er zijn nog... Hoeveel rondes te gaan? Ik zou zeggen 12. Dat klopt ook. 12 rondes nog te gaan. In de grote prijs van Nederland. We zitten in ronde nummer 25. En daar vallen we Ocon dan heel agressief aan. Maar die plek is wel van ons. Dat is P11. Nu op naar Fernando Alonso. Maar die kennen we van Bahrein, want toen kwamen wij ook net tekort op de Spanjaard. Lagen op P11 en wouden naar Alonso toe rijden, maar dat mocht niet baten helaas. Hopelijk kunnen we dat dit keer omdraaien, dat wij Alonso misschien in gaan halen. DRS is ook beschikbaar gesteld. We hebben onze persoonlijke snelste raceronde neergezet met een 1.15.0. Het gat naar Alonso is ongeveer 1,1 seconde. En die Alpine is heel snel. Dus daar moeten wij voor oppassen. Want dat kan ons nog misschien wat in de nesten gaan werken. We zitten in ronde nummer 28 van de wedstrijd. Ja, en dat gat naar Alonso is al 2,6 seconden. Dat gaan wij denk ik niet meer goed rijden. En we voelen ook de druk van Esteban Ocon. Die tikt daar ons aan en is gespind. Ocon gespind. En valt daar ver terug. Vettel naar P12. Schumacher knap naar P13. In de Haas pakt daar ook Nikita Mazepin. En Ocon staat daar nog steeds stil. In sector 2. Maar rijdt weer. Het is weer groen. Perez nog steeds de leider in de wedstrijd. Maar de druk voelt hij van Lewis Hamilton. Die wil misschien gaan profiteren hier in Nederland. Omdat Max is uitgevallen. We zitten in ronde nummer 29. Als Sebastian Vettel het daar probeert aan de binnenkant. Maar we hebben meer momentum in die bocht. En dat is nog steeds P11. P10 kunnen we uit onze kop gaan vergeten. Want Alonso... Die rijdt even 6,1 seconden voor ons. En dat gaan we niet meer dicht halen en rijden. Dus we moeten ons focussen op P11. Sebastian Vettel kan hier dan in ronde nummer 30 een aanval plaatsen. Lukt dat? Hij zit net te ver weg. We houden de auto zo breed mogelijk als het kan. Want dat is alleen maar goed.
gehad naar Vettel is 16e. We zitten in ronde nummer 33 van de wedstrijd. Dit keer rijdt Nicolas Latifi achter ons, want Vettel is naar binnen geweest, want hij heeft zijn voorvleugel kapot gereden op de achterkant van ons volgens mij. En Latifi probeert het daar. We zitten in ronde nummer 34. Latifi aan de binnenkant. We laten hem niet leven, maar dan stuurt hij naar links en moeten hier heel erg alert zijn dat we elkaar niet raken. En dat raken we ook niet. En Latifi moet daar gewoon opgeven, anders had hij ons via de rechterkant geraakt. En dat zou een spin betekenen voor de Canadees. Maar tot nu toe houden we het allemaal netjes. Nog twee rondes te gaan en Christian Lundgaard is naar P13. Dat doet hij wel goed. Dat doet hij goed. Het contract van Lundgaard loopt trouwens naar deze grote prijs af. We moeten even kijken of wij genoeg geld hebben. En als wij niet genoeg geld hebben, ja, dan moet Lundgaard maar vertrekken. Dat is het, want anders wordt hij te duur. En we kunnen niet zo'n dure coureur nu overwegen, want we kopen maar upgrades van de faciliteiten om de auto beter te maken. We zitten in de laatste ronde van de wedstrijd trouwens. En volgens mij gaat Sergio Perez hem winnen. Sergio Perez gaat de grote prijs van Nederland winnen. Als Max uitvalt, dan is daar Perez. En pakt Lewis Hamilton. Dat betekent dat Perez ook de leiding pakt in het coureursklassement, omdat Max niks heeft gescoord. Dus dat belooft nog wat voor de resterende races. Want er zijn hierna nog maar in 9 rondes te gaan. Zeg ik dat goed? Weet ik niet zeker. En dan zit seizoen 1 er alweer op. Seizoen 2, die heeft dan Portimao volgens mij ook erbij. En nog een andere grote prijs. Ik weet niet meer welke dat is. Er komen nog meer grote prijzen aan, zoals Imola en Jeddah. Die komen allemaal in november. Maar eerst de grote prijs van Nederland uitrijden. Helaas geen punten gepakt. Maar we mogen wel trots zijn op waar we zijn begonnen. What a great race then, and what a magnificent victory here at the Dutch Grand Prix. What do you think it was, Hans, that gave them the edge over the competition today? Well, they played the safety car to absolute perfection. There are so many factors to worry about once the race is neutralized. I mean, do you pit for fresh rubber? Do you have the space behind you? How much fuel can you save? If you answer all of those questions correctly, you'll have a good chance. And that's exactly what happened today. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today, and it's great to see it paid off for them. They do so much for the sport that you can't help but be delighted by today's race win. De uitslag van de wedstrijd: Sergio Perez wint de grote prijs van Nederland. Hamilton naar P2 pakt de snelste race op de punt, komt 2/10 tekort. Bottas naar P3, Weiders naar P11, Lundgren naar P13, krijgt driver of the day van Anthony Davidson en één uitvaller Max Verstappen. Dat betekent dat Perez de leiding overneemt van Max met 4 punten verschil en Red Bull loopt verder uit op Mercedes. Wij dus naar P13 in het coureurskampioenschap. Met nog steeds zoveel punten. Dus dat betekent nogal wat. En kijk eens. We hebben 2,23 miljoen. En Lundgaard kost ongeveer 2,5 miljoen. Dus we hebben niet genoeg geld om te kunnen overleggen met Lundgaard. We kunnen het gaan proberen. Even kijken, wat doet hij? Nee! Lundgaard wil niet door. We komen tekort. En dat betekent dat we op zoek moeten gaan naar iemand anders. Maar dat is allemaal voor de volgende aflevering, mensen. We nemen in ieder geval afscheid van Christian Lundgaard. Heeft 11 rondes bij ons zijn debuut mogen maken bij het nieuwe team van Schaven Racing. Maar kan dus niet door, want we hebben te weinig geld. We zitten dus in geldproblemen. Dat betekent dat voor het eerst dit seizoen we 2 nieuwe teamgenoten krijgen in My Team Career Mode. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Wie dat is, dat zie je allemaal in de volgende video.
Dit was deze aflevering, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F2021 My Team Creator content. Schakel ook een like en belletje als je geen enkele aflevering van me mist. Dit was de channel, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video.